Basis. En dan gaan we beginnen met de basis dus.
een iets stevige kwast en daarmee ga ik in een lichtbruine kleur. En die breng ik aan in het arcadeboog. Dan pak ik deze kwast van Real Techniek. Die is ook wat steviger. En die doe ik in een nog donkere bruine kleur. Voor nog meer diepte. Dan gaan we verder met het uitblenden. Dan pak ik gewoon weer die houtskleurige kleur voor. En dan ga ik er gewoon overheen. Om te blenden. Dan pak ik weer de beauty blender en dan trek ik het hier wat strakker. Vooral bij deze uiteinden wil je dat creëren. Zo. Dan pak ik een plat kwastje en daarmee ga ik in een lichte, iets glitterige kleur. Deze. Die meng ik met een matte, goudkleurige kleur. En die breng ik aan in de binnenkant van de ogen en een beetje op het ooglid. Dan pak ik de bruine kleur en die doe ik onder de ogen iets doortrekken. En dit blenden we ook weer uit. En de highlighter die ik op de wangen en zo heb gedaan, die breng ik nu ook in het ooghoek aan. Deze is van Sleek. Dan gaan we verder met mascara en dat mag je zelf doen. Welke mascara gebruik ik? Yves Rocher. Ja. De roze kleur. De roze. Oké. Moet je mimpjes nog krullen of doe je dat niet? Nee, dat doe ik niet. Oh, oké. Okay. Ik vind het eng. Echt? Ja. Mijn is zelf ook al mijn krullen. Kijk een keer, er zit allemaal wimpers in. Eeuw. Het moet echt een nieuwe. Basis zit erop en dan gaan we als laatste nog even... Nee, niet dit. Ik wil nog... Fixing spray om het geheel even helemaal te blenden. Mag je naar mij kijken? Niet eens. Dat ik een douche heb genomen. Oké, nu blend ik in. Niet bang zijn. Oh, je deelt mijn mascara. Zie je? Nee, zie je. Na feestje. Voor de lippen gebruik ik deze van MAC. Velvet Teddy. Nee, is niet zo. Wij krijgen geen lip liner. Oké. Als laatste doen we nog even wat highlighter op de... Hoe zeg je dat? Op de cupidoboog. Kijk maar. Zeg. Mooi. Ja, Bas vindt ook mooi. Wil je nou meer video's met mij en mijn zus zien? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Want dat vindt Britt heel leuk. Ja. Wat nu? Ik wil nog zo'n challenge doen. Maar Britt durft niet. Nee, dan kom ik er toch slecht uit. Nou en, Britt wil nog iets zeggen. Subscribe, link onderin. Op deze kant. Toch maar één kant. Op wie?
Oh, Fleur dan. Want dat weet ik niet. Misschien meer leuke video's van mijn zusje. En misschien ooit nog wel van mij. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei.